betekent dat die opgave voor water eigenlijk een stuk groter is ja. dan we misschien nu zien. Dus op, op het moment dat er dat haarwaterstelsel van die kleine wateren te veel voedingsstof heeft en dat heeft direct invloed op dat KW-water, dan moet je die overige wateren ook gaan aanpakken. Hey, leuk dat je luistert naar Toekomst voor Natuur, aflevering 61. De podcast met spraakmakende verhalen over natuur en natuurbescherming in de Lage Landen. 330.000 kilometer sloten, 6200 kilometer beken en stromende wateren en 6500 kilometer vaarten en kanalen. En dat alleen al in Nederland. Wat kunnen die watergangen allemaal betekenen voor natuur? En hoe verzilveren we de kansen? Ik ben Antonie Stip en in deze aflevering gaan we het daarover hebben. En ik ga erover spreken met Kas Heikens en Bram Geers. Beiden zijn ecoloog. Ze hebben veel kennis van waternatuur, waterkwaliteit en de omgevingswet. Kas en Bram, van harte welkom in Toekomst voor Natuur. Ja, dankjewel. dankjewel. Leuk dat uh, jullie er zijn. Ik wil jullie eerst even introduceren bij de luisteraars. Wat fascineert jullie nou aan die waternatuur? Ja, we, trek mij al van uh, jongs af aan. Uh, vroeger uh, ja, liep ik altijd uh, langs slootjes af, een beetje kikkers vangen, scheppen in het water, vissen kijken. En uh, nou, niet gedacht dat ik daar, dat, dat mijn werk zou worden, maar het <laughs> ja, uh, blijft leuk om dat te, om dat te doen. Yeah. En hoe is dat ja, voor jou, Kas? Ja, voor mij is het eigenlijk wel hetzelfde. Uh, veel met water bezig geweest vroeger ook. Uh, veel gevist, uh, kikkertjes vangen. Uh, ook veel gerecreëerd natuurlijk in water. Um, en wat mij eigenlijk drijft aan die, of wat ik zo fantastisch vind eigenlijk aan die waternatuur, is de complexiteit die erachter zit. Uh, alles heeft met elkaar te maken en wat ook zo leuk is als je een keer met de een maak- of in de waterkolom zit. Uh, het is altijd spannend wat je gaat vangen. Uh, yeah. Je hebt altijd wel een idee van wat je kan vangen, maar dan wat je dan vangt, ja, fantastisch. Een soort kebelegjes ja, die je in dat hij uitpakt. Ja, 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 precies. precies. Ja. Hé, hey, en uh, uh, op het gevaar af dat jullie uh, daar net al over verteld hebben, kunnen, willen jullie ons meenemen naar je favoriete natuur? Wat zien we, wat horen we, wat ruiken we. als we met jullie in je favoriete natuur zijn? Lang heb ik nagedacht over die, over die vraag. Want, um, ja, ik, meestal met, met, met natuur dacht ik, ik heb niet echt een specifieke voorkeur of zo. Maar dan uiteindelijk, die, die water. Als ik ergens naar op vakantie ga of zoiets, dan zoek ik toch altijd water op. En als het, als het er niet is, dan uh, kan ik het heel erg waarderen. Maar dan, ja, dat water is altijd zoveel magischer. Uh, soms beweegt, soms is het stil. Je kan erin in zwemmen. Er komen, het is natuurlijk de, de, de levensader van, uh, van de natuur. Ja. Um, en er zitten altijd verrassingen. Je, je kan er niet altijd goed in kijken. En, en ja, er zit zoveel onbekende, onbekend leven en, dus eigenlijk ja. waar jij ook bent, jij gaat altijd op zoek naar dat water. Ja, 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 graag zwemmen uh, erin en uh, nou, het varen is leuk. Uh, en ja, je hebt daar toch altijd andere soorten dan, dan verderop. Dat, ja, een bos is ook mooi, ja. uh, maar ja, als er dan een sloot bij is, dan is dat toch net een extraatje. Ja, precies. Ja, ja, ja. En jij, Kat? Ja, ik vind het een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Nederland is zo verschrikkelijk mooi en zo divers ook. Um, ik kan zowel genieten van stadsnatuur als uh, prachtige natuur- bijvoorbeeld, maar ik denk dat ik de luisteraar mee moet nemen. Dan ruiken we als het goed is de zee, um, dan lopen we waarschijnlijk tussen de duinen en tussen de vochtige duinvalleiën door. Dan horen we daar een aantal kikkers kwaken, dan zien we prachtige libellen vliegen. Ja, dat zou echt wel voor mij uh, een uh, heel mooi gebied zijn om uh, mensen aan mee te nemen. Maar ja, daarmee weet ik gelijk dat ik ook andere gebieden tekort doe. <laughs> Tessel fantastisch. Uh, Limburg, natuurlijk, ook met al zijn gradiënten en diversiteit. Uh, natuurlijk al de uiterwaarden. Kortom, ja, Nederland is te mooi. Te Om mooi. Het enige die we kiezen waarvan we zeggen, nou. Dat is het. Ja, ja. ja. Nou, dat, dat is prima. Er zijn wel meer mensen die niet uh, kunnen en willen kiezen. En uh, inderdaad, wat je zegt, Nederland is ook heel erg mooi. Dus uh, laten we daar vooral ook zuinig op zijn. Uh, laten we gaan, uh, gaan inzoomen op het onderwerp waterkwaliteit. Daar wil ik eerst even bij stilstaan. In 2027 moet Nederland voldoen aan de kaderrichtlijn Water Europese wetgeving. Uh, uit analyses die uh, al een tijdje gaande zijn en ook uh, onlangs nog weer gedaan zijn, blijkt dat we als lidstaat Nederland waarschijnlijk die doelen van de Kaderrichtlijn Water niet gaan halen op tijd in 2027. Hoe groot is die opgave eigenlijk? Ja, dat is best wel groot. Uh, want ja, ik kan wel spreken over waterkwaliteit, maar ik kan beter spreken over waterkwaliteiten. Uh, er zijn heel veel. Uh, facetten waar een water aan moet voldoen. En de Europese regels is het van, als één, uh, één facet niet voldoet, dan uh, one out is alle out. Oh ja. um, en nou ja, je hebt een, uh, honderden soorten chemische stoffen waar je van niet te veel mag hebben. Je hebt van uh, 33 uh, soorten stoffen waar een uh, water aan moet voldoen. En een soort uh, stofgroepen, die worden bij elkaar opgeteld. Uh, bijvoorbeeld daarvan is in 90% van de wateren. Die voldoen niet en die voldoen niet op meerdere stoffen of stofgroepen. Dus het is niet één stofje wat dan uh, een rol speelt, maar er zijn heel veel stoffen. Van ja, van die stoffen die blijven soms jaren in de grond zitten. Er zijn stoffen die uh, bijvoorbeeld imidia clopriet, zo'n neonicotinoïde, die is verboden in uh, 2018. Uh, en die vinden we nog steeds terug. Ja. Uh, als dat nog steeds teruggevonden wordt, uh, dat, dat duurt dus een aantal jaar voordat dat zoiets uit het systeem verdwijnt. Dat is maar één stof. En dat ja. geldt voor veel meer stoffen. Ja, maar het wordt en... bijvoorbeeld nog wel verkocht als, uh, als uh, vlooibandje, zeg maar, voor ja. de hond. En uh, die honden die zwemmen ja. in de watergangen. Ja, en, fipronil uh, ook. Fipronil, ja. Ja, ja, ja. ja dat is uh, echt wel een uh, groot probleem. In de glastuinbouw is het, uh, was het wel langer toegestaan. Ik weet niet of dat nu ook nog zo is. Um, ja, niet alle kassen zijn waterdicht. Dus daar, daar leg ik het ook nog uit. Uh, dit is nu maar één, één uh, stofklasse. Maar um, natuurlijk speelt ook... Uh, uh, de stikstofcrisis we kennen natuurlijk allemaal, uh, die speelt in Natura 2000 gebieden. Maar water zit uh, het er net even anders. Daar heb je fosfaten. In, in, in water is fosfaat gewoon een veel belangrijkere stof. Uh, dat zit ook in meststoffen hè, van de NPK. En ja. de stikstof P is uh, fosfaat en dan kalium. En dan al die meststoffen waar te veel van is. zit fosf fosfaat ook bij. Maar dat reageert net even anders. Dat, dat bindt meer aan stoffen. Dat bindt. In, uh, het blijft wat langer in de bodem zitten. Maar, maar het zit er wel. En dat spoelt allemaal uit in dat water. En daar hebben we te veel van. Dus wat we sinds de Tweede Wereldoorlog aan meststoffen. aan het overvoeden zijn. Daar hebben we nog even last van. En dat kan decennia duren. Uh, dus in drie jaar. dat dat beter wordt. Dat, dat uh, zal niet zomaar uh, uh, gebeuren. Ik wil niet zeggen dat er niet uh, veel te behalen valt. Want ja. Uh, we kunnen daar echt nog wel wat, uh, wat in bereiken. Ja. ja, en ook in de ecologische toestand natuurlijk. Hè? Ja, ja, en dan is inderdaad, en, uh, de ecologische toestand is dus ook in de meeste wateren slecht. Um, uh, dus heel veel uh, soorten missen. Um, vaak gaat het wel mis bij uh, onderwaterplanten, dus echt wel een uh, belangrijk ding. Uh, in heel veel sloten zitten uh, geen onderwaterplanten. En wat wel belangrijk is om te vermelden bij uh, die KW-wateren. KW-wateren zijn bepaalde wateren die zijn uh, aangewezen. Van, uh, uh, dit zijn wateren waar het aan moet vo voldoen. Um, daar gelden de regels voor. En heel veel wateren geldt dat niet voor. Nederland is natuurlijk zo'n fijnmazig netwerk. Um, en dan die wat meer de grotere wateren, de rivieren, uh, de grotere meren. Uh, maar ook een uh, aantal kanalen uh, en grote sloten. Die, die zijn aangewezen als KW-water. Maar die zijn wel verbonden met... Overige wateren. Um, en dat zijn dus die kleine slootjes, het Haarwaterstelsel eigenlijk. En zeker hier in het westen van het land uh, zijn dat grotere oppervlaktes uh, dan die KW-wateren. En die KW-wateren uh, moeten gaan voldoen. Ja, als, er is niet heel veel aandacht voor die overige wateren, of misschien niet voldoende. Die zijn ook niet goed, maar die beïnvloeden elkaar natuurlijk wel. Uh. Ja, want de en, kleine die voeden de grote. Ja, ja, ja. En, en wij hebben vooral uh, meer ervaring op die overige wateren, dus niet echt op de KW-wateren. Ja, ja. Hey, en, en jij noemde net, uh, uh, Bram, dat uh, bijvoorbeeld fosfaat in, uh, in veel van die wateren een, een probleem is. Uh, Kas, neem eens ons mee, wat, wat zie je in zo'n watergang als er inderdaad overmatige uh, hoeveelheid fosfaat aanwezig is? Ja, dan zie je natuurlijk uh, flinke algenbloei. Uh, er is weinig doorzicht in die waterkolommen over het algemeen. Dat heeft natuurlijk te maken met de hoeveelheid de stoffen die in de waterkolommen zweven. Ja, dus je ziet de bodem niet. Je ziet de bodem niet, de bodem niet inderdaad, hè. doorzicht is slecht. Uh, je ziet ook vaak dat er uh, verruiging plaatsvindt, dat er veel planten groeien die um, dominant zijn. Dus uh, denk bijvoorbeeld dat je dan alleen maar uh, golvormland hebt groeien, bijvoorbeeld, als het er al groeit. Uh, of dat je heel veel riet hebt. Ja, en dat is toch eigenlijk wel dingen die je dan ziet met ja. veel fosfaat. Of, of kroos, dat is helemaal uh, een, een heftig indicator. Ja. Um, kroos heeft zijn rol in de natuur, maar um, uh, het is niet de bedoeling dat een water helemaal overdekt raakt met, met kroos. Want dan uh, nou, de onder, uh, komt dan geen licht meer op de bodem, dus eigenlijk alles daaronder krijgt geen licht meer, kunnen geen onderwaterplanten meer groeien. Nee. Um, kroos breekt langzaamaan af, dat zinkt naar de bodem. Het, is het zuurstof wordt afgegeven aan de, aan, aan de atmosfeer, maar... Uh, je kroosing naar de bodem wordt afgebroken, um, neemt die zuurstof weg. Dus uh, dat gaat uit het water. Gaat, ja, neemt zuurstof weg uit de waterkolom. Dus daaronder kunnen maar weinig uh, soorten gaan leven. En bij kroos speelt dat, maar dat geldt uh, ook bij algen. Die kunnen ook zuurstof uit het water weghalen. En dat zie je dus echt uh, typisch bij uh, dat heet dan eutrofiering, dus bij te veel aan meststof in het water. Ja. En de reden dat fosfaat zo'n grote rol speelt in uh, in het water is dat blauwalgen ook. Eentje die goed groeit bij fosfaten is, blauwalgen kunnen zelf stikstof uit de lucht halen. En daardoor is stikstof vaak geen limiterende factor in een watersysteem en is fosfaat dat. Omdat die blauwalgen dat zelf oh ja. kunnen aanmaken. Ja. 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 Dat brengt me ook wel op de vraag van wat moet er eigenlijk nog gebeuren om bijvoorbeeld in, nou ja, laten we zeggen in 2027 die, die doelen van de kaderrichtlijn en water wel te halen. Jullie hebben het net al uitgelegd, hè? De, de kleine water of de overige water in de, in de termen van, uh, van de kaderrichtlijn en water, die voeden de grote wateren. Eigenlijk moet je in die kleine wateren... Uh, de kwaliteit op orde brengen. Want dan worden ze gevoed, uh, die grote water waar de doelen voor gelden... worden dan gevoed met water van goede kwaliteit. Wat moet er nog gebeuren, Cas, om, uh, om daar te komen? Ja, een hoop opgaven. Ze moeten in ieder geval uiteindelijk naar een uh, klimaatbestendige uh, waterpartij. Uh, zeg maar. um, wat je daarvoor nodig hebt, er zijn heel veel facetten. Nou ja, uh, denk aan dat je, je wil um, de watergang... Um, doorzicht goed hebben voor de watergang. Dat is natuurlijk een belangrijk iets. Je wil de hoeveelheid voedingsstoffen die eigenlijk uitspoelen vanuit het uh, vanuit, vanuit land uh, terugdringen. Zodat je uiteindelijk een betere diversiteit krijgt van planten op de toekomst. Je wil zorgen dat de nalevering vanuit de waterbodem ook wordt teruggedrongen. Uh, nalevering van voedingsstoffen. Van voedingsstoffen hè? uit de bodem inderdaad, van de sliplaag. Uh, dat die ook wordt teruggedrongen. Nou ja, er zijn nog zoveel dingen die je moet doen. Ja. Ja, het is, uh, Zoals ik net al zei, je hebt heel veel uh, waterkwaliteit ten, het moet dan heel veel dingen voldoen. Ja. Uh, het, het gaat om duizenden soorten die, uh, waarop ge waarnaar gekeken wordt die aanwezig moeten zijn. Uh, uh, heel veel verschillende stoffen en zo. En die hebben allemaal hun eigen dynamiek, hun eigen rol. Het, het komt uit verschillende bronnen. Uh, dus er zijn zo verschrikkelijk veel dingen die gedaan moeten worden. En die hebben ook niet uh, een, een, een directe relatie. Het is een heel complex systeem wat niet lineair werkt of zoiets. Um, het is niet dat er, als je 5% um, reductie hebt van een bepaalde stof, dat het 5% beter is. Nee, het werkt van een heel complex systeem. Um, en eigenlijk het belangrijkste is om, integrale, om tot integrale oplossingen te komen. Dus uh, je moet die maatregelen op elkaar afstemmen, dan ga je het uh, bereiken. Dus het het is zo complex dat als je het niet met elkaar afweegt, dan, dan kom je niet. Dus als je zegt, joh, we leggen in Nederland alleen maar natuurvriendelijke koevers aan, ja, dan ben je er niet. Dan, dan, dan missen er nog gewoon stapjes uit die puzzel. Dus eigenlijk zeg jij van uh, een, een one size fits-all benadering past eigenlijk nooit. Nee, dat past niet. En wat ook wel belangrijk is, wat mensen vaak niet uh, helemaal voor ogen hebben, is uh, alle activiteiten op het land hebben ook invloed op de waterkwaliteit. Uh, ja. Uiteindelijk alle, elke regendruppel spoelt naar de oceaan toe. En dat komt langs de watergangen. Uh, en alles wat het onderweg tegenkomt, kan het meenemen. Dus uh, ook uh, uh, wat je buiten als verf op je huis smeert, ja, daar komt regen langs. Uh, ik weet niet wat voor stoffen erin zitten, maar dat komt in je water terecht. Uh, maar ook in het riool. Uh, alles wat je uh, in, in het riool gooit, komt er uiteindelijk terecht. Nou, daar heb je ook medicijnen. Daar kan je niet zomaar mee stoppen. Maar die zijn heel bijzonder lastig om uit uh, waterzuiveringen te halen. Ja, en als je bijvoorbeeld van die uh, wegwerpdoekjes doet, die, die niet afbreken in het riool, ja, dan krijg je soms verstoppingen. En ja, dan, dan uh, spuit het ergens, een riool overstort, spuit dat uit in een sloot. Alles wat jij in het riool gooit, komt op dat moment gewoon in de sloot terecht. Ja. Nou, en dat gebeurt toch eigenlijk best wel veel. Uh, dan, uh, ik heb ergens gewoond vijf jaar en in die vijf jaar heb ik drie keer in mijn wijk een uh, riool lek uh, geconstateerd. en een ervan was van een flatgebouw waar de overstort maandenlang eigenlijk uh, aan het lozen was. Goh. En dat was onopgemerkt gelezen. Ik heb met een warmtebeeldcamera <laughs> in de winter op kunnen sporen. Zo. Dwaaien ja. <laughs> gaan open natuurlijk. Ja. En nou, als als dat natuurlijk gewoon maandenlang spoelt, ja alles wat je erin spoelt uh, komt in de oppervlakte water terecht. Ja, alle ja. troep. Ja. ja. precies. En wat je verder. is niet echt heel vis. Gewoon natuurlijk sturen in die verschillende soorten groeivormen die je hebt. In een waterpartij. Je moet gewoon veel meer gaan afwegen van... oké, okay, wat heb ik hier in deze uh, watergang staan? En, en hoe kan uitleggen. ik het sparen? Ja, ja Even uitleggen, want uh, uh, verschillende groeivormen... dat gaat over waterplanten. Het gaat over waterplanten, inderdaad. Je hebt verschillende soorten groeivormen. Je hebt immerse vegetatie. Dat uh, groeit eigenlijk meestal aan de oevers. Die komen boven het water uit. Dan heb je submerse vegetatie. Dat zijn ondergedoken waterplanten. Dan heb je drijfbladvegetatie. Nou, Dat is natuurlijk, uh, denk aan je lelies en dat soort dergelijke. Uh, je hebt natuurlijk ook nog flap, floating algae beds. Dat zijn ook uh, ja, draadalgen die je in de waterkolom hebt en uh, wat mis ik nou nog bam uh, kroos kroos ja we ja. hebben ja, ook ja. nog kroos ja dat ja, die groeivormen voor maar die wil je in een bepaalde verhouding wil je die hebben in de waterkolom want die bepalen ook inderdaad um, de kwaliteit die aanwezig is in die waterkolom nou en als je op een gegeven moment in jouw watersysteem gewoon heel weinig drijfplankvegetatie hebt dan wil je juist dat er zich gaat vermeerderen door je, door je hele systeem heen en dat wil je dus ook op gaan sturen dus je krijgt ook veel meer dat je in die uitvoering Eigenlijk veel meer nadruk moet gaan leggen op die verschillende soorten groeivormen in een waterpartij. En ook binnen het totale systeem. Om te kijken wat je wel hebt en wat je juist nog ontbreekt. En hoe je dat kan faciliteren. Dus daar zitten ook wel grote opgaves in. En, maar hoe doe je dat praktisch, zeg maar? Want ik stel me voor, er zit uh, een machinist op een, op een kraan, uh, ja. die is een sloot aan het schonen. Laat het even zo uh, noemen. Uh, en dan zeg jij van uh, ja, daar dan moet je op sturen. Hoe doet die machinist dat? nou ik denk dat je eerst terug moet naar de, naar, naar de organisatie zelf. Binnen een organisatie heb je natuurlijk een bepaalde visie op natuur en je hebt een bepaald beleid. En dat beleid dat wil je uitdragen en dat wil je overbrengen op de aannemer. En dat is wat lastiger, maar wel eigenlijk die kans die je hebt. Want wat je natuurlijk wil is, nou ga die aannemer zelf in de ecologische toolbox-meeting. Leg hem uit wat je verwacht van hem. Laat hem zien wat je juist gespaard wil hebben in je waterkolom. Uh, laat hem ook vooral zien hoe dat moet. Vervolgens, als je hem dan zover hebt dat hij het een beetje begrijpt, dan wil je hem natuurlijk ook. In het veld helpen. Dus je gaat het ook in het veld sturen. Je gaat het niet doen als: hé, jij doet iets fout. Nee, van hé, we gaan het samen doen. En we gaan samen voor zorgen dat die waterklomp op orde komt. Ja, en daar heb je toch die aannemer voor nodig. En dan moet je hem echt in meenemen. Als je bijvoorbeeld ook zo'n logboek opstelt, een ecologisch logboek voor de aannemer, zorg dan ook dat je de stuurt op de kwaliteiten die je wil hebben. En dat hij dat ook mooi invult. En dat je daarmee eigenlijk, zeg maar, die aannemer gaat helpen om het gewenste doel te bereiken. En ja, gebeurt nee. dit al? Nou, wat je ziet is dat. Uh... We hebben die, die KRW-regels, die hebben we al vele uh, nou, of, of, of jaren. En daar zit uh, die, die groeivormen die ik die net uitlegde. Dat uh, is een, iets waar je op, op, op oordeelt. Dus voor watervegetatie kijk je naar het aantal soorten wat er voorkomt, een aantal specifieke soorten en die groeivormen. En die groeivormen is als dat fout zit, dan heb je eigenlijk al voldoet jouw watergang niet. Dus als alles goed is en dat, alleen die groeivormen voldoen niet, uh, dan heb je al een slechte waterkwaliteit. Nou, en uh, dan gaat het om bepaalde verhoudingen. En natuurlijk, een, een meer heeft een ander, uh, ander wenselijk beeld als een, als een klein slootje van een, van een paar meter. Dus je per watertype is er gedefinieerd, joh, het, het optimum zit bij bijvoorbeeld uh, uh, 15% riet, uh, noem maar wat, uh, 20% drijfblad, 60% uh, uh, ondergedoken waterplanten. Uh, en dan nou, tot uh, 10% kroos, maximaal of zoiets. En er zitten optimums in. Dus het is niet... Uh, een bepaalde verhouding is goed en dat zorgt natuurlijk voor habitatdiversiteit. Beesten kunnen, alle waterbeesten kunnen dan ergens in, in, in schuilen, kunnen hun eitjes leggen, kunnen ergens van eten. Um, dus dat is een heel belangrijk karakter van een, van een watergang um, uh, van het watersysteem. En, um, dus er zijn bepaalde optima vastgesteld daarvoor. Alleen die optima die worden niet meegegeven. Aan de aannemer. Oh. Ze krijgen een maaibestek. Dus in, 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 met maai is het zo, uh, zeker vanuit vroeger is het zo, uh, voor, voor waterveiligheid doe je dat. Hè? Dus je, je wil genoeg doorstroming hebben. Als er veel planten in staan, dan of remt het het water, of het komt bij je gemaal terecht en dan, ja, dan moet je dat loopt wegschappen. Je, dan uh, hebben uh, die, die, die loopt die Ja, ja. Dan dus loopt die vast. Dus daar, daar is, uh, is natuurlijk al veel uh, vanuit veel aandacht naartoe gegaan uh, om dat goed te houden. En daarom hebben we Watergang ook heel recht gemaakt. Um, en um, ja, um, en dat, dat is niet altijd meegenomen in, um, in, in die uitvoering, dat er ook ecologische facetten zijn. Dus er is al heel veel aandacht geweest voor die waterveiligheid, voor uh, netjes werken. En dat zie je ook wel een beetje als je de, de oudere generatie van, van, van toezichthouders of aannemers uh, hebt, die, 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 die houden van strak, die willen een rechte watergang, mooi strak gemaaid gras en dan uh, gewoon schoon, helemaal strak. Nou ja, niet verenigbaar met biodiversiteit, waarin je kleine plukjes vegetatie wil hebben en, 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 en diversiteit wil hebben. Um, en die, die groeivormen uh, die, die gedefinieerd zijn door de KRW, uh, die worden niet meegenomen in dat maaibeleid. En dat, ja, dat zijn vrij simpele dingen. Dat je zegt, joh, ik wil zoveel laten staan in een watergang. Um, ja. Van dit en dat. Um, bijvoorbeeld. Uh, het meest kritische daarin is die ondergedoken waterplanten. Die zitten onderin. Ja. Als het water troep is, als je veel alg hebt, als je veel voedingsstof hebt, dan krijgen die geen licht. Die hebben het moeilijk. Nou, die hebben ook het meeste lijden onder, onder maaien. Want die zitten in het midden van die kolom. Um, daar, daar moet dat water doorheen. Ze dus die worden heel vaak uh, gemaaid. Um, als jij die paar plukjes die er staan elke keer wegmaait, ja, dan hebben die geen kans. Dan nee. is automatisch is jouw watergang al niet goed. Ja. Dus... Um, als we meer sturen op wat er in die watergang staat, als, de, als, de, als het gewoon de basisrichtlijnen van wat er in, in, in die KRW staat meegenomen wordt in dat beheer, ja, dan kom je al een stuk verder. En het is misschien niet uh, uh, het allerbelangrijkste punt misschien, uh, om, om, om aan te pakken, maar het is, zonder dat kom je er niet uh. Nee. Kijk, je hebt natuurlijk een ecologisch werkprotocol. Die worden vaak ja. opgesteld door ecologen. Um, daar wordt natuurlijk toegespitst. Dus vanuit uh, de natuurbeschermings juridisch gezien, is dus maar... Een ja. groepje soorten. Precies, inderdaad. En daar, daar wordt natuurlijk een prachtig ecologisch werkprotocol voor geschreven... waar de aannemer zich aan moet houden. Want wat je eigenlijk in het ecologisch werkprotocol wil hebben... is dus ook hoe je om wil gaan met de waterkwaliteit die je wil bereiken. Dus daar wil je ook maatregelen in hebben staan... van nou, als we dit te treffen, dan moet je deze maatregelen doen. Dan moet je het zo uitvoeren. En als je dat beter in een ecologisch werkprotocol verwerkt... kan je de aannemer ook beter sturen in het veld. Die is nu nog veel gericht op het beschermen van soorten... en de maatregelen die eraan gekoppeld zijn. Maar die transitie wil je gaan maken. En dat is echt een meerwaarde, ook uh, wat je mee kan nemen... vanuit een ecologisch werkprotocol is dat je dat ook aanvult... met de waterkwaliteitsdoelen die een gemeente of een organisatie heeft. En, en waarom gebeurt dat uh, nog niet of heel beperkt? Ik denk dat het, het een deel te maken met de... Uh, gewoon simpelweg de verzuiling van, van, van organisaties en, 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 en instituten. Je, uh, wat je vaak ziet, is dat een, een afdeling die... Uh, moet zorgen voor dat voor dat groenbeheer. Die is bezig met oké, okay, we moeten hier aan, aan deze aan, aan de legger voldoen. Dus dus dat is vanuit het uh, waterschap de uh, de regelgeving waaraan een, een, een water moet voldoen. En ja, daar wordt uh, dan een, uh, een aannemer voor gezocht. Dat gaat natuurlijk via aanbestedingsregels. Ja, dus er ja, wordt ja. een bestek opgesteld en dan zegt ze, oké okay, aan deze eisen moet je voldoen. Zoveel uh, moet je weghalen, uh, zo en zo. Ja, en dan zit er natuurlijk gewoon een uh, prijs-kwaliteitsgebeuren uh, uh, achter. En ja. uh, dan wordt er gekeken naar, uh, oké, okay, uh, welke aannemer kiezen Nou, dan zit er uh, inderdaad voor, uh, vanuit een de natuurbescherming, de, 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 uh, vanuit de wet, uh, doe je een ecologisch werkprotocol erbij. En dat is een, iets waar die aannemers zich aan moet houden. Maar er zit nog niet een uh, waterkwaliteitsprotocol bij. En daar zit natuurlijk een grote overlap in. Um, dat soort dingen zijn niet gemaakt. Um, en uh, je ziet dat beschermde soorten ook pas later een beetje op, uh, meegenomen zijn als, als eis voor waar je aan moet voldoen. Dat, dat, dat is nog niet zo super lang. Um, voor waterkwaliteit zou je dat ook willen. En wat je ziet bij um, organisaties, dat, het, dat de afdeling waterkwaliteit, die werkt niet altijd samen met de afdeling onderhoud. Dus daar zit een, daar zit een, een scheiding tussen. Die... die uh, ik, nou, ik ken genoeg verhalen van mensen die er lang gewerkt hebben, die, die weten van ja, die ecologen werden genegeerd een hele lange tijd. Ja, en dat, dat, dat moest niet. En dat is maar duur, of dat is, uh, 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 dat is maar hobby. Um, en nu zien we, nou, het is toch, toch best wel belangrijk om onze leefomgeving op orde te houden. Uh, niet zoveel soorten te verliezen en ons water schoon te houden. Daar moeten we wat mee. Dus je moet dat toch, die eisen die eigenlijk ja, nu gesteld worden vanuit die kaderrichtlijn water, om, om die mee te nemen. Uh, in je bestekken en in, in, in je aanbesteding. En dus een betere instructie. Uh, en, en betaling ook. Ja. En, en richtlijnen voor, voor die aannemers en voor die uitvoering. Dus eigenlijk zie je dat de manier waarop bepaalde organisaties georganiseerd zijn. Uh, die ook natuurlijk een lange historie hebben hoe dat ontwikkeld is. Ja. Dat zit in de weg bij het bereiken van. Uh, uiteindelijk bij waterkwaliteitsdoelen. Ja, ja ik denk dat dat, dat dat toch meer in de weg zit als, uh, als wenselijk is. Kijk, uh, zoals ik net al zei, je wil geïntegreerd zo'n watersysteem aanpassen. Ja. En dat begint dus bij ook hoe jij als, als organisatie samenwerkt. En, en je ziet toch wel veel organisaties. Binnen een organisatie, maar ook organisaties onderling, die los van elkaar een beetje werken. Het gaat natuurlijk alle mensen die invloed hebben in dat watersysteem, die moeten weten dat zij die rol hebben. En ja. vaak weten ze dat onvoldoende. Dus er ligt nog een hele mooie uitdaging. Ja, ja precies. Ja, 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 ja. Ja. En dat zijn vaak wel de meest laagdrempelige uh, dingen. Want ja, als jij anders een watergang maait... dan, dan kan je al binnen een jaar kan je al veel bereiken. Ja, ja. Ik wil, ik, ik wil ook nog even met jullie naar de... Uh, zeg maar het belang van al die watergangen voor natuur. Ik, ik, ik zei in de intro al... Hè, we hebben 330.000 kilometer Sloten, alleen al in Nederland. Dat zijn dan voor een deel zijn dat de overige wateren van de, van de KRW. zeg ja, maar. Van die heb... maan. Ja, nou ja, die inderdaad. Uh, ik heb gezocht naar een cijfer voor Vlaanderen. Dat kon ik uh, helaas niet vinden. Uh, maar ongetwijfeld is het ook, in Vlaanderen gaat het om, uh, om, ook om uh, behoorlijke grote aantallen kilometers. Um, hoe belangrijk zijn al die watergangen voor natuur? Ja, verschrikkelijk belangrijk. Het is natuurlijk gewoon eigenlijk door adering van Nederland. Daarmee maakt het ook dat elk organisme wel direct of indirect afhankelijk is van water. Uh, je ziet natuurlijk ook dat er veel dieren leven in het water die van hun levenscyclus afhankelijk zijn van water. Ik denk bijvoorbeeld aan libellen natuurlijk. Hè? Die, die kruipen op een gegeven moment vanuit de oevers, natuurlijk, uh, groeien die uit tot echte adulte libellen. Nou ja, die leven eerst één tot twee jaar, of soms wel langer, in, in, de, in die waterpartij. Um, dan heb je natuurlijk te maken met uh, dat, die, dat water, dat zorgt natuurlijk ook voor dat onze gebieden niet verdrogen, onze natuurgebieden, maar ook onze uh, ja, landbouwpercelen, dat die ervan voorzien kunnen worden, dat we dus productie kunnen blijven draaien. Dus ja, die, dat water is voor ons zo verschrikkelijk belangrijk. En dat op orde krijgen en houden, ja, dat is een, een grote uitdaging. En er zijn dus allerlei kansen. Jullie hebben al een aantal dingen uh, uh, aangestipt. Ja. Zien jullie nog andere dingen die? Ja, andere mogelijkheden, andere kansen die we eigenlijk zouden moeten verzilveren om uh, ja, uh, veel meer van die water, veel meer te kunnen betekenen voor die waternatuur? Ja, er zijn, weet je, net als bij klimaatverandering, je moet op heel veel facetten moet je wat doen. Maar er zijn wel uh, dingen die, 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 die lastig te doen zijn en, en wat laagdrempelige dingen. Uh, bijvoorbeeld, landbouw uh, heeft een groot aandeel in, in uh, fosfaten en, en, en stoffen die uitlekken in dat water. Daar ga je als consument niet veel aan kunnen doen. Dat is een, echt een systeemverandering. Dat gaat erom hoe we die hele voedselproductie anders inrichten. Uh, maar er zijn wel een aantal dingen waar mensen wat minder over nadenken. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, als je een regenton hebt en dus jouw hemelwater uh, afkoppelt, dan kan het soms best wel uitmaken. Als jij sommige rioolstelsels, daar is het uh, hemelwater. En het rioolwater is, is niet gescheiden. Het is geen aparte systeem. Dus als het heel hard regent, komt er zoveel regenwater in het rioolstelsel dat, ja, dat het op een gegeven moment gaat spuien. En zeker nu met die piekbuien uh, uh, zie je dat dat, dat dat vaak gebeurt. Ja, dus dan, dan gaat het rioolwater uh, uh, stort over in, in de gewone wateren ja, de Ja, Het komt gewoon in de, de sloot terecht. Ja, nou, ja, en het zijn gewoon wateren waar, die in verbinding staan met zwemwateren. Uh, niet heel wenselijk. Of ook gewoon. Het een probleem voor volksgezondheid. Er ja. zitten gewoon uh, ziektes in. Uh, het is niet, niet heel fris. En daar komt een enorme hoeveelheid uh, uh, voedingsstoffen mee. Andere stoffen. En zo'n zo grote hoeveelheid van die stoffen in één keer... kan ook zorgen voor zuurstofloosheid. Dus rondom, in de zomer, rondom die, die echte uh, zomerse piekbuien... zie je vissterfte daardoor ontstaan. En als je een regenton neemt en je haalt die piek af van jouw hemelwater en dan kan je zorgen dat je dat die piek gedempt wordt en dat je gewoon minder uh, riool overstorten hebt die die uh, oh ja. die gaan spuien. Dus Help. dat is al iets wat je als als uh, helpt de waterkwaliteit. Uh, zet een regenton in die tuin. Ja, no, precies. Nee. Dat zijn soms uh, dingen die die als genoeg mensen het doen toch wel uitmaken. Ja. De waterwereld is ook, zit ook vol met intrigerende termen. Ik zal er een paar noemen. De baard, de teen, de snor. Dat zijn, weet ik dan, alle drie termen voor hetzelfde. Uh, leg ons eens uit, wat, wat zijn dat allemaal voor, uh, voor begrippen? Ja, In elk deel van Nederland wordt het anders benaderd natuurlijk. Ja. Uh, dit deel hebben we veel te maken met de teen. Uh, gelukkig hebben jullie binnenkort uh, een mooie... Zoek de snorverhaal natuurlijk vanuit de Vlinderstichting. Waar is de snor? Waar ja. is de snor? Fantastisch. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk het gedeelte um, wat, uh, waar de watergrens eindigt. Eigenlijk de amfibische zone. Uh, het stukje tussen het natte profiel en het, het droge land. En, ja, en daar groeit natuurlijk uh, het leven. Dus denk aan de planten en zo. Maar dat is ook natuurlijk uh, een mooi gebied voor uh, opgroeihabitat of paaihabitat. Of uh, natuurlijk het uitkruipen van macrofauna in die, uh, die snorren. Dus uh, ja, dat is, dat is eigenlijk wel de snor. En hoe ja. belangrijk is die snor? Nou, Het is waar, waar je echt die uh, planten uit het water ziet steken. En waar vaak ook de, de onderwaterplanten uh, dan beginnen. Dus de, de, daar begint al heel veel van die, van die plantendiversiteit. Alle soorten die uh, een, uh, een waterstadium hebben en een landstadium. Die kruipen daar in en uit uh, en zo. Uh, maar ook voor, voor dat systeem is het, uh, zijn het best wel belangrijke uh, stukjes in het water... Daar groeien helofieten, dus dat uh, zijn eigenlijk waterzuiverende uh, soorten. Het planten. Is ook, uh, planten. Ja, precies, ja. planten. En eigenlijk is dat in, in de natuur uh, een van de meest productieve stukjes die er zijn. Ondiepe wateren uh, groeien het hardste van eigenlijk alle habitats uh, in de wereld. En daar zit een enorme diversiteit. En die helofieten, die, uh, omdat ze zo snel groeien, kunnen ze ook heel veel filteren. En uh, daarmee kunnen ze echt wel best wel grote hoeveelheden van die voedingsstoffen, uh, dus vastleggen, filteren, schoonmaken. Ook allerlei chemische stoffen afbreken en zo. Dus je kan ook zo'n hele fietenfilter maken. Je hebt soms uh, dat als je ergens een, uh, uh, dat zie je wel bij Tiny House, is dat ze dan geen aansluiting op het riool hebben. Er zit een hele fietenfilter erachter. En dan heb je dus van die waterplanten, zo'n ondiepe zone, die sluit je dan aan op je, op je toilet. En dan zuivert die dat water. En je hebt eigenlijk verrassend weinig daarvan nodig om, om één persoon daarvan uh, te voorzien. Uh, dus ik dacht dat het rond de vijf, uh, zes vierkante meter riet is, bijvoorbeeld, om, om voor één persoon uh, te zuiveren. Dus die, 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 die amfibische zone, die, die, die snor, die hebben een hele, heel groot aandeel in, uh, in het zuiveren van allerlei stoffen. En daarnaast is het natuurlijk gewoon de plek waar veel waterleven zich uh, uh, in, in, in vestigt, waar eieren gelegd worden. Ja. Ja, die campagne, daar wil ik dan nog wel even op inhaken. Want ja, wat, wat, Waarom de Stichting. waar is de snor die zoektocht is begonnen? Is ook wel, omdat we zien dat heel vaak die, die, die snor, die zone, die amfibische zone, dat die consequent wegbeheerd wordt uit, ja, uit watergangen. Ja, um, hebben jullie een idee waarom dat is? Is het, is, het, is het onwetend? Want wat jij net vertelt, Bram, dat, dat, dat het... Het waterzuiverende functie van zo'n snor. Ik, ik, ik kan me voorstellen, als waterschapper moet je toch denken, ja. dit wil ik. Ik bedoel, hiermee kunnen we onze waterkwaliteitsdoelen halen, kunnen we aan onze aan ja, verplichtingen voldoen. Dus waarom ja. wordt die dan consequent wegbeheerd? Nou, het is niet de enige oplossing, maar het is wel een hele belangrijke uh, schakel. En inderdaad, uh, je ziet uh, in, in boerensloten, en stedelijke sloten zie je dat, dat die snor echt weg is. En het, je ziet heel vaak, uh, nou, als je beschoeiing hebt, je zit een paar planken aan de kant. Um, en je krijgt een mooie vierkante bak, voert water goed af, je grond zakt niet in. Uh, er wordt gewoon nog heel veel gedaan. Uh, door door het beschoeien maak je het al dat die amfibische zone bijna niet kan ontstaan. Want je, je yes. gaat in één keer van maaiveld, uh, ga in één keer naar een bepaalde diepte in de sloot en je, je mist die amfibische zone. Nou, heel veel waterleven kan er niet in of uitklimmen en uh, nou, je krijgt gewoon ja, meer een, een badkuip in ja. plaats van een, een natuurlijk systeem. Ja. Dus daar zit al heel veel in. Maar wat daar, het zijn grensgebieden. Dus, um, en dat, dat zie je ook, ook terug in het beheer en de ontwikkeling daarvan. In Nederland is ons watersysteem heel erg uh, gemaakt. Het is, het is ontworpen, zeker in het westen van het land. En het stukje land is vaak van een particulier, van een boer, van een gemeente. Die hebben dat in onderhoud. En dan het water kan het van een hele andere eigenaar zijn. Dus bijvoorbeeld het waterschap. Um, en dat wordt vaak ook omdat het, ja, je kan niet met een maaimachine. Uh, in het water gaan rijden, dus dan wordt dat vaak ook beheerd door andere partijen. Dus je, elke keer is die, die watergrens is een grens waar verschillende partijen samenkomen. En doordat ja. die over uh, een bepaald stukje beheren, komen ze tot daar. Uh, en komen ze elke keer tot die grens. En die, ja, dat zijn uh, niet de mensen die altijd afstemming met elkaar hebben. Dus jij kan wel als gemeente zeggen, hey, ik ga dit stukje sparen. Maar als die andere partij die erop zit dat niet doet, ja, dan ben je het alweer kwijt. Dus ook hier dus je weer. je hoeft Je hoeft het elke keer maar weg te halen en je bent kwijt. Ja, ja. ja en je ziet bij, bij water dat dat best wel complex is. Want je krijgt, uh, tegenwoordig is natuurlijk alles uh, uitbesteed naar, naar een aannemer. Er komen allemaal verschillende aannemers bij elkaar die niet die afstemming met elkaar hebben. En soms, je, je kan zomaar vijf, zes partijen in een jaar hebben die bij elkaar komen. Als er eentje ervan het niet goed doet, dan ben je hem kwijt. Ja. Dus de, dat, dat schetst al die complexiteit ervan. En natuurlijk ook is het zo. Als jij rijdt met een. Uh, alles gaat tegen worden met grote, grote zware machines. Die amfibische zone bestaat uit luchtige wortels. Ja, niet lucht. Er zit heel veel water tussen. Het is heel zacht. Het is moerassig. Je Je hoort er gewoon uh, je zakt erin weg. Ja, Je kan erin wegzakken. En juist een, een goede, goede zone, zak je in weg. Ja. Uh, als wij met zware machines gaan rijden. Of het, of het maken met zware machines. Een natuurvriendelijke oever maakt met zo'n grote graafmachine. Dan drukt dat allemaal in. Dus je, je begint al met. Met, met indrukking, verdichting. En elke keer als jij een paar keer in het jaar langs rijdt, ja, dan verdicht je het. Ook als je een meter verder rijdt. En ook vanuit het waterbeheer heb je dat ook. Je gaat met een, met een rijden. Je, je drukt tegen die kanten aan. Je sloopt daar heel veel mee. Dus door het met die grote, grove machines uit te voeren, maak je gewoon al heel veel kapot. Tegenwoordig zie je ook wel eens dat er steeds meer bewustwording komt om die snoer te laten staan. Uh, je ziet ook de waterschappen steeds meer het stroombaan maaien toepassen. Wat dus is echt, dat? Nou, dat is inderdaad dat je eigenlijk alleen de middenbaan probeert te maaien. Waar het water aanvoeren en afvoer gedeelte eigenlijk, uh, eigenlijk van belang is. Um, en daarmee proberen ze eigenlijk ook al mooi die kantjes te sparen. Dus je ziet al steeds meer bewustwording in het feit dat dat ook uh, nodig is. En zoals Brand net goed zegt inderdaad. Die verschillende soorten partijen die dan over één jaar of over meerdere jaren in zo'n waterkolom gaan werken. Ja, dat draagt ook bij aan, aan de versnippering weer van, van die snor. En, um, gelukkig is er steeds meer bewustwording voor. Dus dat is fijn. Nou, hebben we hebben nog een flinke slag te maken ja. Ja. Nou, komen ja. jullie heel veel in watergangen. Wil je ons eens meenemen? Hoe kun je nou zelf zien? Uh, stel, mensen die, die, die vinden dat leuk. Hoe kun je nou zelf zien of een watergang goed of slecht is van kwaliteit? Waar, waar moet je dan op letten? Je hebt eerder al die, die, die verschillende groeivormen ja. uitgelegd, Kas. Ja. Is dat dan ook iets waar je naar kijkt? Dat is onder andere waar je naar kijkt, inderdaad. Ja, zeker. Nou, kijk, het is, wat is, de eerste vraag is even, wat is slecht, hè? Want um, ook in slecht waterlevensoorten water, um, en er is een ecosysteem. Alleen het probleem in Nederland is dat we te veel van die wat mindere wateren hebben. Ja, dus hoe herken je nou eigenlijk zo'n goede of slechte watergang? Nou ja, een goede watergang herken je aan. Er is goed doorzicht. Uh, er is een goede afwisseling van, uh, van vegetatie. Dus dan hebben we het dus over die immerse planten, die submerse planten, drijfbladvegetatie. Uh, er is vaak geen uh, dominantie van een bepaalde soortgroep aanwezig. En anders is die heel marginaal. Ja, je hebt vaak natuurlijk natuurvriendelijke oevers. Het liefst natuurlijk lekker flauw. Eén staat op. Vijf minimaal zou fantastisch zijn, dat is natuurlijk ook niet overal haalbaar. Dat is heel geleidelijk. Dat is heel geleidelijk ja. inderdaad. Dat zegt ze als je kijken, één meter opschuift, dat je er ook vijf meter in de lengte opschuift. Dus dat je dus eigenlijk een hele flauwe oever krijgt. Um, het heeft natuurlijk ook te maken met uh, staande bomen langs je waterpartij. Hou uh, die uh, licht tegen. Uh, Want bomen zijn dan, uh, die kunnen negatieve invloed die hebben? Die zouden in theorie een negatieve invloed kunnen hebben op de waterkwaliteit. Uh, zeker als zij zich zorgen voor schaduwwerking of voor bladval dat in de waterkolom aanwezig is. Nou, vaker krijg je ook wel een slechte watergang aan het feit dat um, de sliplaag heel dik, dik is. En dat je dus weinig waterdoorstroming hebt in die waterkolom. Uh, vaak zie je ook wel in de wat minder goede water, dat er ook gewoon heel veel kroos aanwezig is. Dus een dominantie van kroos, minimaal 50%. Uh, ja, dat zijn allemaal dingen die zijn wat minder voor een waterkwaliteit. Ja. Ja, We hebben uh, wel eens een gemeente gehad. Daar, uh, de kroos is een goed voorbeeld. Groeit natuurlijk supersnel. Wordt tot uh, een van de meest snelst groeiende planten op aarde. Ja. Eigenlijk is alles boven de 15% van kroos in een kleine sloot uh, eigenlijk al slecht. En we hebben wel eens een gemeente gehad waarin we uh, halverwege de zomer zagen we dat uh, in 70% van de gevallen er meer dan 50% kroos was. Zo. Ja, dat is niet eens zo. Dat zien we in heel veel uh, plekken. Ja. En ja, dat, dat is echt wel uh, extreem. En dat, dat zorgt ervoor dat het vrij dode wateren zijn. Waar je, op, je krijgt die zuurstofloosheid eronder. Ja. Kom maar een enorme hoop bagger. Ja, dat is, uh, dat is niet best. Dat we, zelf ook en dat is, mee, ja? dat is wel onze directe leefomgeving. En helpt het dan om dat kroos weg te halen? Of is dat echt symptoombestrijding? Uh, uh? Nou, ja en nee. Uiteindelijk bij, bij het weghalen is het... Net als bij mij, Je haalt uh, al voedingsstoffen weg. Um, en... In het kader van voedingsstoffen weghalen, bereik je niet zoveel. Want dat is in verhouding wat er in het water opgelost zit. en zeker wat er in de waterbodem zit. Uh, is dat maar een kleine hoeveelheid. De waterbodem, de, de, de baggerlaag, de sliplaag, die kan soms tot duizend keer meer uh, nutriënten bevatten dan er in de waterkolom zit. Zo. Alleen dat ja. zit gelukkig een beetje opgesloten, maar dat, dat lekt er wel langzaamaan uit. En juist als het zuurstofloos is, dan uh, ontstaan er chemische reacties, waardoor dat fosfaat dan juist los gaat weken. En dan wordt het alleen maar erger en erger. Op, op zo'n moment uh, kun je beter baggeren dan kroos weghalen. Maar um, in het systeem, als het systeem wel enigszins loopt, dan is het niet verkeerd om het kroos weg te halen. Want kroos zorgt natuurlijk voor beschaduwing. En daarna kan er niks anders meer, uh, weinig anders meer groeien. Um, dus als je het... Uh, wel weggehaald, dan krijgen die andere groeiformen wel meer kans om te groeien. En doordat die planten groeien, heb ik iets minder kans om te groeien. Want zij halen dat uit die waterkolom. En uh, er zijn uh, bijvoorbeeld gemeenten gemeente Den Haag is een van de eerste... die, uh, die dat is gaan weghalen met, uh, met uh, de gemeentelijke dienst. En uh, ja, dat, dat is echt wel, dat zorgt wel voor een verbetering van, uh, uh, van, jou, van je wateren. Dat het, dat het niet zo super uh, zuurstofloze, dat, 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 dat krijg je dan... Uh, Minder, uh, minder. Ja. Uh, maar het is ergens wel een stukje symptoombestrijding. Ja, ja. je moet gewoon zorgen dat die ja. nutriëntenbelasting uh, omlaag gaat. Ja. En, uh, nou, daar heb je ook al wel voorbeelden van gegeven hoe dat, uh, hoe dat kan. Onder ja, andere ja, met riool ja, ja. overstorten, ja, regenton, ja. precies. Nou doen jullie ook veel uh, monitoring uh, rond watergangen. Uh, neem ons eens dus mee. Hoe gaat het in zijn werk? Ja, vanuit de KW heb je heel veel facetten om naar te kijken. Dus chemische stoffen en zo. Dat zie je naar een lab toe. Wij hebben zelf nooit echt KW-monitoring gedaan, maar wel wat methodes die erop lijken. Wij hebben vooral gekeken naar de ecologische waterkwaliteit en een klein beetje de fysisch-chemische parameters. Fysisch-chemisch is iets anders dan chemisch. Fysisch-chemisch kijk je naar doorzicht, de pH, de, dus de zuurgraad, de hoeveelheid zuurstof in het water. Um, en dan dus ook de fosfaten en de, en de stikstof, hoeveel dat erin zit. Um, nou, dat, dat kan je gewoon uh, meten. Um, Neem je en, dan een watermonster die naar een lab gaat of, of uh, meet ja, je, je kan dat met een kit? Voor, de, nou, voor de troebelheid meet je met zo'n sessieschijf, dus de, de, de doorzicht. Dus dat is zo'n zwart-witte schijf die gewoon in het water kijkt tot hoever je dat, dat kan zien. En dan, dus, dan meet je hoe ver dat is? Ja, hoe, tot hoever je het onderscheid tussen het, het zwart en het wit en niet meer kan zien. Dus dat... Uh, dan heb je de, de zuurgraad en, en, en zuurstof en zo. Dat meet je eigenlijk allemaal met gewoon een, een, een handheldmeter, handheld dus die gewoon je in de hand kan houden. Maar uh, fosfaat en stikstof moet je eigenlijk altijd wel met de, iets in het lab doen, omdat daar uh, je hebt daar een chemische reactie voor nodig om ook de gebonden stikstof, om ook die uh, te meten. Dus de, de organische stikstoffen en de organische uh, fosfaten. Uh, dus dat doe je dan wel met een lab. Uh, nou, dan kijk je ook nog naar de ecologische? kwaliteit. Uh, ik kan ook naar de algen kijken, maar goed, heb je een microscoop voor nodig. Heel veel specialistische kennis. Uh, ik heb wel een microscoop, maar als ik naar kijk, weet ik echt niet uh, waarom we letten. Het ziet er wel heel, heel gaaf uit. Elk beetje water is, is echt van, fantastisch om te zien. Algenonderzoek is hartstikke duur, weet je. Um, je moet natuurlijk wel in opdracht van de opdrachtgever het werk uitvoeren. Ja. En zo laag zo de laagdrempelig mogelijk, maar wel met een bepaalde kwaliteit dat je weer erop kan gaan sturen. En ja. algen zijn erin een, een heel duur onderzoek. Dus ja, het is op... een heel specialistisch werk. Eh. Met, ja. je, hebt, je hebt zoveel verschillende soortgroepen. En dan, en ja, dan, en waar... dan doe je ook voor die uh, ecologische mo monitoring uh, macrofauna-opname. Ja, ja, ja. ja nou, waar uh, pak je die uh, uh, aan? Uh, waar uh, pak je aan? Uh, uh, aan uh, gaan, hè, bro? Yeah. Ja, en voor het ecologische deel kijk je naar de vissen. Um, je kijkt naar de watervegetaties, de waterplanten, en je kijkt naar macrofauna. En de macrofauna zijn alle beestjes die je met een schepnet vangt, groter dan uh, een halve millimeter. Ja, dus dat bloot zijn best wel kleiner. Ja, ja, dus dan krijg je uh, watervlooien je je mee, heel veel uh, soorten, maar je krijgt ook de waterkevers, uh, uh, waterwansen. Uh, het zijn eigenlijk uh, Slak, 17 uh, verschillende soortgroepen. En bij elkaar wel, wel meer dan duizend soorten waar je dan, dan naar kijkt. Dus eh, watervloer heb je hebt al heel veel soorten. Uh, waterkreeften zitten erin. Uh, en de vissen zijn dan een aparte groep. Die zijn, dan wat, die zijn nog groter. En uh, die vang je op een andere manier. En vissen vang je bijvoorbeeld met een. Uh, uh, dan kan je doen met een zegen. Dus een heel groot net. Waardoor je door heel die waterkolom schept. En in de kleinere wateren pak je al snel elektrovis. Dus je hebt een, uh, dan uh, zit je het water een stukje onder stroom. Daarmee. Uh, verdoven die vissen, die, die verstijven, die kan je dan heel goed opscheppen. En die kan je ze ja, allemaal vangen en dan kan je ze tellen en onderling kijken. Uh, ja, en welke behouding. soorten er zitten, wat de, wat de lengte is. En uh, ja, dan kan je ook de leeftijd aan afleiden en zo, en die populatie erbij. En ze gaan niet dood hiervan hè? Nee, nee, nee. Dus ze zijn verdoofd. Uh, en uh, binnen, binnen een paar seconden, dan spartelen ze weer een beetje. Ja, en dan heb je nog de, de watervegetatie. Ja, dan moet je ook met, uh, met een waadpakken... Uh, het water in, kijken wat er staat. Met een hark uh, hou je ook wat van de bodem. Uh, en dan kijk je gewoon welke soorten er staan in, in het water, en soms uh, nog een beetje op de oever. Ja, kijk, met vis kijk ik bijvoorbeeld naar uh, de soorten die je vangt, natuurlijk, maar ook ja. de, soort, de samenstelling binnen een soort. Ja. Als je bijvoorbeeld heel veel adulte of dus volwassen vissen vangt, maar je vangt bijna geen juvenile of dus ja, kleine vis. Dan kan je dus afvragen: ja, waar komt dit door? Hè? Is er wel genoeg uh, paai habitat of is er genoeg opgroeihabitat voor die, voor die vissen? En zo probeer je eigenlijk het hele systeem af te, af te pellen. eigenlijk. Ja. En bij macrofauna keken wij hoofdzakelijk naar uh, de soortgroepen en de verhouding tussen die soortgroepen. Uh, je ging in het voorjaar ging je macrofauna onderzoek doen en in het najaar. Dan zie je ook dat de verhouding uh, door het jaar heen anders is. Ja, en die samenstelling, daarbij ga je naar op zoek. Um, en uiteindelijk maakten we een totaalpakket, we gingen kijk, ook naar de amfibieën, hè? daar gingen we zo'n activiteit ja, kijken, gingen we ja. luisteren, gingen we kijken waar zitten nou de hotspots van die amfibieën. Nou, dan weet je dus op een gegeven moment, oké, okay, we hebben dus redelijk het systeem in kaart gebracht, oké, okay, en hoe gaan we dat systeem nou versterken? Nou, als je op een gegeven moment weet dat ergens een paai-habitat is of een opgroeihabitat van, van kikkers, uh, ja, dan moeten we dat, dat gebied zien te versterken daar en waarom is er een ander gebied niet? Nou, dan gaan we daar natuurlijk naar kijken en, dan, en ja. zo probeer je zo'n systeem af te pellen en uh, te kijken waar de kansen liggen om te verbeteren. Ja. Ja. Ja, bijvoorbeeld bij vissen heb je karper en brazen en, en water. Dan krijg je wat meer de troebele uh, wateren. De, uh, die Veel bodemboelers. Vissen uh, zijn bodemboelers, ja. dus die halen heel die bodem omhoog. Die halen ook dan zo'n voedselrijke baggerlaag halen ze naar boven. Uh, en dan wordt de waterkolom automatisch al troebel. Het hoeft niet eens van, van voedingsstoffen te zijn, maar van het sediment wat omhoog komt. En dan hebben die onderwaterplanten al last, uh, last van. Ja. En die vissen gaan ook aan die onderwaterplanten zitten. Dus uh, dan krijg je wel heel snel een, een, een troebelsysteem. Sportvissers vinden dat geweldig, met al die karpers. Uh, maar voor een, het is niet altijd je, je meest wenselijke uh, systeem. En als je wat, naar wat hel, meer heldere wateren gaat, krijg je uh, uh, Snoek-ruisvoornwater ja. bijvoorbeeld. Uh, nou, snoek is een zichtjager, die verstopt zich in de, in de vegetatie. Uh, en die jaagt op zicht. Uh, en die hebt daar een beetje wat schoner water voor nodig. Die jagen op wat, wat kleinere visjes. Daarmee kun je dus verschillen zien in, in, in vis. Uh, bij macrofauna is het zo dat je, je hebt een aantal soorten hebt. Je hebt um, aanpassingen voor een bepaald habitat. Bijvoorbeeld je hebt de muggensoorten. Muggen, je hebt een soorten in Nederland of zoiets, uh, het is echt een moerasland. Yeah. <laughs> je hebt een goede soort en slechte soorten tussen zitten. En bijvoorbeeld één typische groep die een beetje een, een negatief scoort, zijn de, de steekmuggen. Nou, daar houden wij als mensen sowieso niet van. <laughs> um, wat, die hebben een typische aanpassing, die hebben een soort snorkeltje. En daarmee uh, hangen ze Boven aan het wateroppervlak en kunnen ze dus zuurstof halen. Als dus larven, kun... hè? Ja, Glauben. als larven. Ja, ja. precies. <laughs> en dat is dus een aanpassing aan zuurstofloze omstandigheden. Dus die kunnen beter gedijen in wat, wat zuurstofarmere niveaus. En dat is dus een slechtere waterkwaliteit. Dus Muggen um, uh... bestrijden is uh, werken aan betere waterkwaliteit. <laughs> nou. <laughs> ja, <laughs> ja dat, dat trekt het misschien iets te ver. Want het is natuurlijk in, in een dakgoot kunnen ze al zitten. En zo. Ja, ja, ja. <laughs> maar... <laughs> ja misschien is die ook gewoon iemand die last had van muggen op de lijst gekomen dus. dus moeten we dan eerder beter de vleermuizen nog beter gaan beschermen zodat die ja. weer voor ons de muggen op kunnen eten ja, 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 een beter iets. heel goed een systemenbenadering ja, ja. ja precies ja. nou komen jullie ook bij heel veel gemeenten over de vloer om, uh, om advies te geven zijn er nou eenvoudige maatregelen die, die echt waarvan je zegt nou ja weet je dan krijg je sowieso nooit spijt van als je dat doet zeg maar de de no regret maatregelen en die wel echt een verzilvering van een kans is ja, de meeste kansen, als je aan mij vraagt, zitten wel onder beheer, in de uitvoering daarvan. Uh, wat ik net ook al vertelde, inderdaad. Um, maar kijk, een, wat, gemeentes, wat natuurlijk mooi is nu, wat nu in het levensgroep is, is natuurlijk de kleurkeur blauw. Uh, daarin wordt goed uitgelegd uh, hoe het ecosysteem werkt en hoe je het eigenlijk moet beheren. Ja, dat is natuurlijk een fantastische kans voor een gemeente uh, om, dat toete, om dat uit te vragen in je bestek. Maar dat ben je nog niet. Want je hebt uiteindelijk je bestek uitgevraagd en volgens wil je ook nog dat het zo uitgevoerd wordt. Dus je moet ook die aannemer helpen, wat ik al zei. Met die toolbox-meetingen, met die startoverleggen, uh, vinger aan de pol zouden in het veld. Uh, goed je visie uit, uitdragen um, aan de aannemer. Ja, en het samen gaan doen. Ik denk dat daar toch echt wel de grootste winst in zit. Ja, precies. Het gaat om een betere afstemming, nieuwe eisen voor, je, voor wat voor werk je uitvraagt. Dus uh, in dat beheer. Je zit, als gemeente zit je gewoon in het water, je hebt daar beheertaken. Hoe neem je die opgave van waterkwaliteit mee? En um, wat mensen niet altijd één op één zien, is: de, uh, goede ecologische waterkwaliteit is ook gewoon biodiversiteit. Dus als je meer biodiversiteit wil, uh, ecologische waterkwaliteit is gewoon biodiversiteit in het water. Ja. En rond het water. En wat ook nog een, um, een belangrijk onderschatpunt is in, uh, uh, in de stedelijke om omgeving, wat op de gemeenteschaal uh, vaak over het hoofd gezien wordt, is, uh, uh, is hondenpoep. We hebben best wel veel honden in Nederland. En zeker na corona zijn er een hele hoop bijgekomen. En hondenpoep bevat uh, ook fosfaten. En voor 99% van die fosfaten komt terecht in die hondenpoep. En we hebben een keer een water in een stadspark gehad. Daar had je twee vijvers. Fantastisch um, En er was één, één water was, uh, vol met blauwe alg. 12 centimeter doorzicht. Dus je kon er niet verder kijken dan 12, 12 centimeter. En eentje daarnaast was 1 meter 20 dus dat is best wel een groot verschil. Yeah. Um, uh, en die waren zelfs nog verbonden met elkaar. Die zaten gewoon naast elkaar hetzelfde park. Dus wat, wat zat daar nou achter? En uh, nou, altijd wel zitten kijken, wat, wat, wat is dat nu? En toen uh, was ik keer bij, bij een cursus voor ja, het modelleren van zo'n zo watersysteem. En toen hadden we zo'n kaas om te gaan kijken. Dus dacht, nou, ik ga, ik ga daar naar kijken. Wat, 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 wat was er nou onderliggend in dat uh, watersysteem? En toen ben ik nog een keer naar dat water gegaan. En toen zag ik opeens een, uh, een buis uitsteken. Van, hey, waar, waar komt die nou vandaan? Um, uh, en dat was precies bij dat troebele water. En toen keek ik nog een keer op die luchtfoto. Toen zag ik in het verlengde van die buis zag ik een grasveld met dan ook uh, ja, verstoring van de grond. Toen dacht ik, hé, hey, volgens mij is dat een drain. Nou, dat was een hondenveldje. En dat was dus een hondenuitlaatveld, een hondenlosloopgebiedje. En die stond precies op die ene plas aangesloten. Nou, um, en die andere plas had dat niet. Dus dat troebele water, misschien komt dat wel door die. Door uh, die honden. Dus ik ben gaan kijken naar, naar, naar wat cijfers van. Ja, hoe kunnen we inschatting maken hoeveel honden daar liggen? En dan ook met de aanname. De, 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 een groot deel van de mensen ruimt dat op, maar ook een, een deel van de mensen ruimt dat niet op. En ben ik gaan modelleren van. oké, okay, wat zorgt er nu voor. Uh, dat dat water troebel wordt? En toen kwam daar wel naar voren dat die honden. die hondenuitlaatplaats kan de oorzaak zijn. dat het water zo troebel is. Kijk. Uh, en het weghalen van die hondenuitstoot. Uh, uh, zou dat water helder kunnen maken? En dat zijn vrij uh, onbekende dingen in, in, in de waterwereld. Dat, dat, ja, dat die honden zo'n grote bijdrage hebben. En we moeten niet onderschatten dat, hoeveel honden we hebben. We hebben 2 miljoen honden in Nederland. Dat is de, teruggerekend in, 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 in biomassa, is dat de, de populatie van Utrecht. Uh, 300.000 mensen. En uh, wij staan toe dat zoiets als een, een stad van Utrecht zonder. Waterzuivering zit. Die mogen gewoon elke dag in onze parken overal gaan poepen, plassen. Bijvoorbeeld, die plas ook, ja, dat ruimen wij niet op. Dat nee. nemen we voor lief. Nou, daar zit wel de meeste stikstof ook in. En honden, die uh, hebben ook antivlooiemiddelen. Wat we net al zeiden, die uh, uh, imidaclopriet en fipronil uh, zijn toegestaande antivlooiemiddelen. Nou, die worden uh, vaak, of uh, die zitten in de huid, maar die komen ook in de uitwerpselen terecht. Uh, die komen ook in het water terecht. Uiteindelijk. En ja, die plas wordt niet opgeruimd. Uh, dat blijft gewoon een constante bron van die middelen. En dat is precies een van de middelen die af en toe overschrijdingen geeft. Yeah. En zo maken we wel, hebben we wel een hele grote impact op dat watersysteem. Terwijl, kijk, een opruimplicht haal je al 99% van de fosfor weg. Nou, daar zou je wel wat meer op, op mogen toezien. En uh, er zijn heel veel hondeneigenaren die denken van... nou als het niet op de weg ligt of, of niet op een kinderspeelveldje... dan is het prima. Dat is natuur. Nou, dat is, dat is niet zo. Dat is best nee. wel een grote hoeveelheid uh, negatieve effecten die eraan hangen. En uh, ik ben niet tegen honden, hoor. ik heb zelf ook gewoon een, uh, een vrieses daarbij. Uh, maar sinds ik daar een beetje meer ingedoken ben, zie ik wel van ja, ik, we moeten daar wel iets mee. En bijvoorbeeld bij natuurgebieden is het misschien verstandiger om te zeggen: ik laat eerst mijn hond uit, die is grotendeels leeg, en dan pas neem je mee naar het natuurgebied. Nou oh ja, ja zo. Zo, zo kun je daarmee omgaan. Zeg ja. Maar. Ja, okay. Dat kan heel veel uitmaken. Ja. Ik wil nog even inzoomen op de omgevingswet. Want uh, jullie hebben al eerder aangegeven, of dat hebben jullie verteld waar ik bij was, uh, dat de omgevingswet best wel kansen biedt om ook uh, ja, te werken aan uh, betere waterkwaliteit. Neem ons eens mee, hoe werkt dat? Hoe zit dat? Nou, Walid, die voor natuurlijk 26 wetten, dat is natuurlijk één omgevingswet geworden nu. Uh, waarbij je vroeger bij de ruimtelijke ordening had dat, je, dat alle aanvragen sectoraal werden behandeld. Uh, dat je dus. Um, Heel wat onzekerheid had, heel wat stagnatie. of je het uit voor je project uit mag voeren. Heb je natuurlijk nu één integrale wet. waarvan al die wetten in één wet zijn gevoegd, de omgevingswet. waarbij natuurlijk lucht, bodem en water nu integraal worden afgewogen. Dat zou uiteindelijk in theorie moeten gaan zorgen. voor het feit dat het ook transparanter wordt. en dat je ook weet binnen welke kader jij je werkzaamheden uit kan laten voeren. En doordat het nu een integrale benadering wordt. kan je dus ook beter afstemmen op de, op de, op de, op de kwaliteit, op de natuur. En dat is al een heel groot voordeel. Ja, dus dat, dat integrale denken past natuurlijk goed bij ja. hoe je een watersysteem moet aanpassen. Dus de, de basis ligt er om beter integraal afwegingen te maken. Het is natuurlijk wel zo, ja, de, hoe dat in praktijk te brengen, dat is nog wel even, even lastig. Maar de, het framework het draagt wel bij om dat, om, dat, om dat beter te kunnen doen. En de omgevingswet stelt ook nog een paar aanvullende eisen. Want sinds de omgevingswet is het zo dat alle wateren in Nederland mogen niet in kwaliteit Achteruit gaan. Volgens mij bij een plan of project is dat zo. Dus dat moet vaker getoetst worden. Hoe dat precies getoetst moet worden en waar nou je de grenzen trekt, dat is lastig, zeker met zoveel aspecten van waterkwaliteit. En zeker ook met een systeembenadering. Hoe ga je voor een klein project afwegen wanneer een project wel of niet negatief iets veroorzaakt, hoe ga je die effectbeoordeling doen? Dat is heel moeilijk in een groot lastig. systeem. Daarbij geldt in 2027 is het zo dat de overige watergangen die, mogen, die geen KRW-lichaam zijn, mogen niet de reden zijn dat een KRW-lichaam uh, niet voldoet. En dat is dus wel belangrijk. Dat wil zeggen dat uh, er vanuit de omgeving dus een, uh, dat niet mag verslechteren in de overige wateren. Maar straks is het ook zo dat die overige wateren niet de reden mogen zijn dat een KW-water niet voldoet en dat betekent dat die opgave voor water eigenlijk een stuk groter is ja. dan we misschien nu zien. Dus op het een, een moment dat er, dat haarvatenstelsel van die kleine wateren te veel voedingsstoffen heeft en dat heeft direct invloed op dat KW-water, dan moet je die overige wateren ook gaan aanpakken. Ja, de, en dat en, gaat per uh, 2027 ja, in. Ja, precies. En dat is misschien een grotere opgave dan misschien nu uh, gezien wordt. Ja. Um, maar ja, dat, dat Onderstreept nog meer dat je het echt groot moet aanpakken. Ja. Ja, er wordt ook wel gezegd uh, in de media van uh, de waterkwaliteit. Uh, de waterkwaliteitsdoelen behalen. Dat is eigenlijk de volgende stikstofcrisis. Zien jullie dat ook zo? Ja. Um, het, ja, het ligt er een beetje aan. Uh, aan aan, aan de jurisprudentie hoe je het opvat. En, 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 en waar die, uh, hoe, hoe we ermee omgaan. Hoe we de wet interpreteren. Uh, maar ik denk dat het uh, zelfs nog een stuk... Zwaarder is omdat je je hebt over waterkwaliteiten. Ja, uh, het zijn zoveel aspecten die op, op zoveel vlakken meespelen um, uh, dat het op veel meer vlakken gaat spelen. En, ja. en, en ja. Bij, bij de stikstofcrisis, ja, dat is maar één stof ja. alleen stikstof. <laughs> en hier ja. hebben we daar uh, honderden. Ja, en het doel natuurlijk van stikstofcrisis was om minder stikstof uit te gaan stoten, ja. um, maar dat gaat ook niet alleen over de waterkwaliteit. Je moet aan zoveel ja. parameters sleutelen om die goede waterkwaliteit te krijgen. Ja, um, ja ik. Ik hou best wel mijn hart vast over, uh, over de toekomst van Nederland ja. inderdaad. Ja. ja, ik ben wel bang dat we richting een nieuwe crisis streven. Ja, absoluut. Afstevenen, sorry. Ja. Ja. We zijn aangekomen bij een vast onderdeel van de podcast, namelijk de leestip voor de luisteraars. Hebben jullie een leestip? Ja, en na volgende deze podcast natuurlijk uh, het boek De Aquatische Ecologie van Henk Hoogenboom. En uh, ja, dit is natuurlijk hoe eigenlijk uh, ons Nederlands watersysteem ingericht is. En um, ook welke processen daarin spelen en hoe we daaraan kunnen sturen. Dus als je echt meer wil weten over Aquatische Ecologie, dan raad ik je aan om dat boek te lezen. Aquatische Ecologie van Henk ja. Hoogenboom. We zetten ja, hem ook ja. in de beschrijving van de podcast. Ja. <laughs> had jij ja. er ook nog een andere? Of, uh? Uh, ja, ik had uh, Darwin in de stad van uh, Menno Schildhuizen. En... Uh, ik zit pas halverwege, maar het is wel interessant om te zien hoe, uh, hoe snel soorten zich kunnen aanpassen uh, aan, aan, een, aan een leefomgeving. En eigenlijk binnen de schaal van waar wij opereren, waarop wij uh, beleid hebben. Ze, ze kunnen zich in, uh, soms in uh, tientallen jaren aanpassen op iets. Uh, en daar moeten we ook gewoon rekening mee houden. De, de ene kant hoopvol natuurlijk dat ze aan kunnen passen aan, aan onze omgeving. Uh, dat lukt niet altijd. Dus we moeten niet doen van, oh, ze passen zich wel aan. Want uh, je ziet uh, soorten die zich aanpassen... Um, maar ook een hele hoop soorten die, die, die verdwijnen. Ja. Uh, maar een andere is bijvoorbeeld in exotenbeheer, um, is het een belangrijke. Die soorten kunnen zich zo snel aanpassen. dat als jij een maatregel hebt die 90 of 99 procent effectief is. dan ga je door, gewoon een, door een evolutionair mechanisme ga je het niet winnen. Want die 1 procent blijft leven. Uh, en zolang dat kleine restje leeft, passen die zich aan. En dan werkt die maatregel niet meer. Dus per definitie zijn. Hele uh, vrij effectieve maatregelen die, die, die eenzijdig zijn, daar kom je niet uit. Daar kan je niet mee bestrijden. Dus je moet een uh, meerlaags uh, methode hebben om zo'n soort uh, kwijt te raken. Ja, ja, ja. Interessant. Ja. Ja. En dat uh, naar aanleiding van uh, Darwin in de stad van uh, Noord-Schildhuis. Ja. Ook die zetten we uh, in de beschrijving van de podcastaflevering. aflevering Als jullie nou één onderdeel van het natuurbeleid in Nederland mogen aanpassen, wat zou dat zijn? Ja, kijk, we zitten natuurlijk nu veel uh, te sturen op natuurgebieden, het beschermen van natuurgebieden. Uh, het, schermen, het beschermen van beschermde soorten. Uh, maar we zien natuurlijk eigenlijk dat de totale biodiversiteit achteruit gaat. Dus de algehele kwaliteit in Nederland gaat achteruit. Um, wat je eigenlijk, als je naar mijn vraag zou willen, is veel meer sturing op die algemene soorten ook. Want hoe je het ook wenst of verkeerd, zowel de beschermde soorten. als de algemene natuur, als de natuurgebieden, is allemaal elkaar verbonden. hebben allemaal uh, zijn weerslag op elkaar. En doordat je ziet dat de. ...landschappelijke systemen in Nederland eigenlijk ja, uh, ondermaat zijn... ...zie je ook dat de kwaliteit in Nederland over het algemeen achteruit gaat. Dus ik zou graag zien dat er gewoon meer aandacht komt... ...voor die landschappelijke elementen uh, die robuuster inrichten. Nou ja, um, het LNV heeft natuurlijk een, een, een mooi rapport op laten uh, ...het kennisdocument over basiskwaliteit natuur. Nou, zit, uh, die hebben een gerenommeerde organisatie geschreven zoals de Radboud Universiteit... De Wageningen Universiteit, Naturales, Vogelbescherming, die, zitten, die hebben allemaal uh, hun zegje erover gedaan. En eigenlijk is het zo: van, we moeten toen naar een basiskwaliteit in Nederland. Uh, waarbij we eigenlijk onze ja, biodiversiteit, maar ook onze ecosysteemdiensten op orde kunnen houden. En in dat document hebben we eigenlijk beschreven hoe uh, per landschapstype of landschapselement uh, wat er aanwezig zou moeten zijn om die baaskwaliteit te krijgen en wat je zou kunnen doen om die baaskwaliteit te verbeteren, maar daar heb je een stuk monitoring voor nodig van, van een nulmeting, van wat is er nou eigenlijk aanwezig, uh, welke soorten zijn er en hoe kunnen we eigenlijk zorgen dat als soort ontbreken dat ze weer terugkomen in het landschap, dus dan moet je bijvoorbeeld landschappelijke elementen aangebrengen en dat soort dergelijke. Ja, en dat vind ik wel een heel mooi document om ook eens een keertje in te duiken voor andere mensen. Het is nog niet helemaal af, maar het is wel een heel mooie richtlijn van hoe we eigenlijk om zouden moeten gaan met de algemene basiskwaliteit van Nederland. Je geeft eigenlijk ja. gewoon nog een leestip. Eh. Ja. Ja. Het is een... Ja. een leestip inderdaad. Ja, ja. ja. ja om even te schetsen. Er zijn in Nederland uh, 298 soorten beschermd, plus de vogels. Dat zijn er wel een stuk of 700, maar op de gasten. En in Nederland hebben we 45.000 soorten. Uh, we ontdekken nog steeds nieuwe bij, want 10, 15 jaar geleden waren er nog maar 35.000. Um, en uh, dus het is best wel een groot verschil. Uh, dus we hebben veel meer te, te beschermen. En onze soortbescherming is nu gericht op inderdaad losse individuele soorten. En het zou beter zijn om, om meer op, op het systeem uh, te ja. richten. Dus echt de biodiversiteit in de brede zin. Want ook die beschermde soorten zijn daarvan afhankelijk. Als je nu uh, doe je een toets of er een soort aanwezig is. En als die er is, moet je er rekening mee houden. Maar als die toevallig een jaartje uh, er niet is, ja, dan, uh, en je hebt hem niet gevonden, nou, dan mag je gewoon werken op de oude manier. Voor hetzelfde dat heb je dan die basisvoorwaarden voor die soort weggehaald, en dan is die er niet meer. En zo, zelfs met de huidige manier van soortbescherming, kan je op die manier uh, achteruitgang van de natuur hebben. Ja. Omdat die wetgeving geldt alleen voor die soorten, en je wil gewoon meer die basiskwaliteit, die wil je ondersteunen. Condities. Precies, ja. 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 Helder. Er komen verkiezingen aan voor het Europese parlement. Laten we dat ook niet vergeten. Uh, op 6 juni in Nederland, 9 juni in België en de andere lidstaten. Moet waterkwaliteit uh, een rol spelen bij je stem? Ja, dat denk ik wel. Uh, ja, in principe is er... Er ligt al natuurlijk heel veel uh, wetgeving. Die kw wetgeving uh, ligt er al. Ik denk wel dat uh, naast gewoon wetgeving van deze... Uh, dit is daar uh, aan wetgeving. Je moet... Uh, de waterkwaliteit is belangrijk. Dat weten we nu wel. Uh, en, en, en daar hebben we best wel wet voor. Maar ik denk dat het belangrijk is om te kijken hoe we invulling daaraan gaan geven. Want ja, we kunnen wel zeggen tot hier niet verder. Maar uh, hele industrieën, uh, de landbouw en alles moet zich erop aanpassen. En het gaat niet door te zeggen dit mag je niet, maar zoek het maar uit. Ik denk dat er meer gekeken moet worden ja, hoe kan je dat systeem veranderen. En hoe, hoe kunnen we toch meer oplossingen eraan bieden. Want alleen maar zeggen tot hier niet verder is, is niet voldoende. Je moet ook een alternatief bieden. Ja. Yeah. En nu zie je heel vaak de discussie tussen de boeren worden de schuld gegeven. Nee, landbouwsysteem is het probleem, maar de boeren zijn de oplossing. Zij moeten het uitvoeren, zij moeten het op een andere manier doen. Dus ja. ik denk dat, dat, dat die polarisatie, daar moet je een beetje uitkomen. Je moet moeten werken naar niet alleen de regelgeving, maar ook hoe ja, je kan voldoen aan die regelgeving. Ja, hoe je er komt inderdaad. Ja, ja. Precies. En impliciet hoor ik jou zeggen, met je stem op uh, een partij ja. voor het Europese parlement... Ja. maak je verschil in hoe die benadering is... Uh, ja, of uiteindelijk er aan systeem herstel wordt. Ja, en, en ook uh, hoe je met die regels omgaat. Hoe je daar invulling aan geeft. En zeg van. Joh, we zijn eens met die regels. We gaan kijken hoe we dat kunnen inpassen. En, en het gaat om de praktische inpassing daarvan. Ja. En dat moet wel uh, haal, haalbaar zijn. En uh, uiteindelijk is het onze directe leefomgeving. en bepaalt ook hoe gezond wij zijn. Ja. Oftewel, ga vooral stemmen. Laatste vraag aan jullie. Hoe kijken jullie naar de toekomst voor natuur? Of misschien waternatuur? Een beetje op je eigen vakgebied uh, blijven. Uh, zitten. Toekomst voor natuur ja, in de meer landen. Kleinschalig uh, dingen aanpakken. Dus niet meer vanuit een groot systeem. Maar gewoon veel kijken wat heeft het landschap op dit gebied nodig uh, en hoe kunnen we dat bereiken. Uh, nou, als we even van water denken, moet natuurlijk gewoon veel meer water vast gaan houden. Uh, Terwijl ik dat zeg, weet ik ook dat het een hele lastige opgave is in Nederland, natuurlijk, omdat we zoveel ruimtegebrek hebben. Uh, we moeten meer sturen op die kwaliteit, ook van de kwaliteit van, van de vegetatie in de watergangen. Uh, kortom, ja, er is een, een hoop te doen. We hebben wel positief gestemd. Natuurlijk zijn er nog wat flinke hobbels die we, of misschien wel bergen die we moeten gaan nemen. Uh, maar ik ben ervan overtuigd dat wij als Nederland of als Europa zijn, zeg maar, uh, in staat zijn om samen tot de juiste oplossing te komen en het voor elkaar te gaan krijgen. Ja. ja, precies. Als je natuurlijk naar dit verhaal hoort, hoor je natuurlijk een hoop negatieve dingen, maar er zijn ook gewoon heel veel kansen. Alleen er is niet één makkelijke oplossing. Nee. Je moet overal je kleine stapje bijzetten. Dus met klimaatverandering zie je natuurlijk ook heel veel negativiteit en zo. Maar wat we de afgelopen decennia bereikt hebben, als je ziet hoe snel oplossingen groeien, dan zie je ook, ja, we kunnen ook wat hoopvoller zijn. Dus het gaat erom dat je ergens bewust van bent, maar ook het praktisch uitvoert. En dingen zijn niet morgen opgelost. En daarvoor moet je gewoon de tijd nemen en ja. om het goed te doen. de key zit gewoon in die samenwerking. We moeten ja, het samen Samenwerken. gaan doen. En dat is echt ja. waar. we moeten streven met z'n allen. Voorkomen dat je valt in, in, in polarisaties en tegenstellingen. En dan maar in de loopgraven blijft zitten. Precies. In die samenwerking zit het. Ja. Met die blik op samenwerking. En eigenlijk best een hoopvolle toekomst. Uh, wil ik jullie heel hartelijk bedanken. Kas Heikens en Bram Geers, dank jullie wel. Dank je. Ja, jij ook bedankt. Fantastisch. Ja. Dank je wel. Graag gedaan. Zo, dit was aflevering 61 van Toekomst voor Natuur. We zijn benieuwd wat je van deze aflevering vindt. Laat het ons weten op sociale media of door een mailtje te sturen naar toekomstvoornatuur.vlinderstichting.nl. En wil je nou meedoen met de campagne Waar is de Snor? waar we het even over hadden in deze aflevering. Dat kan. Ga dan naar vlinderstichting.nl slash waar is de snor. En je kunt bijvoorbeeld meedoen door foto's te delen bij jou in de buurt van Snorren in Watergangen. En dat kun je doen tot en met 9 juni. Aan gaan, hè, ja. De volgende aflevering van Toekomst voor Natuur verschijnt over twee weken op zaterdag 8 juni. En die aflevering staat in het teken van het grote belang van regenwormen voor onze bodems. En ik ga erover spreken met Stefanie Schelfhout. Ze werkt als onderzoeker bij de Universiteit Gent. Is ook al eerder te gast geweest in Toekomst voor Natuur. Je weet het misschien nog wel, die aflevering die ging over soortenrijke graslanden. En uh, ja, ook deze nieuwe aflevering belooft weer een hele boeiende te dus ik zou zeggen, tot de volgende.